Ik weet het niet, zeker. Toch? Oh, dat is echt. Ja, die smart is de smart. Oh, heerlijk. Leuke zacht duurt, ah, geen beetje hoe van trots. Zo lekker, hè? En, ja. Dat we zo even moeten nemen. Ja, wel, hè? Daarom zit ik vast in een zeg maar. Ja. En ik met Trenten die zegt dat 70% van de stopte in 2 jaar nekt bij de Nederland. Nou, dat is ambitieus voor je, moet ik hoor. Dat een beetje weg. De lat die hebben het gebrek niet heeft, ik zal ooit gezegd. 5 miljoen die vastbokatuur. En je en auto's van niks, dat is de. Ja. Blijf druk. Ja, dat is te hard, ja, dat wel een beetje. Ja, het is niet mijn auto. Ja. We zitten dus rieden, de rijden. En deze man die. Nee, heet je linksaf. Ik heb lang geleden een keer gezet bij Rixel en voor Emker. Oh, je bent nu wel je rijbewijs kwijt, hè? Dat is wel even een puntje. Ik ben maar jij het kwijt bent. Jij bent je auto bij, ik ben rijbewijs alleen maar. Daar neem je alles op natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus ik weet dat jij rijdt nu, Sander. Ja. Erbij. Ja, maar ik ben een diesel gewend, laten we wel zijn. Ja, ja. Hey, volgende week met ITS, waar ga je het over hebben? Stoplichten opnieuw. Stoplichten, ja. 2.0. Ja. Oké, okay, nou hartstikke mooi. Kijk hier wel voor. En zou je hieraan kunnen wennen, aan dit elektrisch rijden? Ja, ja, heerlijk. Een beetje ja. Vreemd dat je met een Tesla nu bij een Shell. Ja, ja, ja. Een trimmer, ja. Inderdaad. Die mensen zitten al te kijken wat kan hij hier doen. Die hoort hier toch helemaal niet. Ja, ik stop ook altijd gewoon bij Tesla, stop ik gewoon bij zo'n benzinestation en dan ga ik daarna ga ik een kopje koffie halen of zo. En dan zeggen ze, hebt u nog getankt? Ik zei, met die Tesla? Dan kijken ze me zo vreemd aan, zo ja, dat is echt gewoon, ja. Heel hoe vond jij het rijden? Ja, super. Ja? Ja nee, het is echt geweldig leuk om even te doen. Ja, nee, het is echt, vooral als je inderdaad het gaspedaal in kan drukken, want ja. Het gevoel wat het doet. Maar ook ja. Het geluid vind ik ja, erbij. Dat je gewoon geen geluid, hè? Dat is ja. Heerlijk, ja. Het geluid tot lekker hard door ja. Bij, hoor. Ja. Hey, toen ik heb allemaal filmpjes gemaakt. Hoe vonden die Zweden dat eigenlijk? Die Barcelona-filmpjes die ik gemaakt heb? Hoe beviel dat? Kregen jullie wel aandacht dit jaar? Van tevoren hadden ze het nog over jou. Ja, precies. Ze weten wel wie je bent nu intussen. Nou, dat is wel heel mooi. Ik ben graag een beetje niet onbekend. Zo, nu Marcel. Degene ja. Die het langste bij Ericsson zit. Wij zaten nog in de internethype en daarna de crisis. Ja, we kennen wij alles. Elkaar. En je zit er nog steeds. Ik zit er nog steeds. Ja. Geef gas. Ik overleef alles, zie je wel. Wat rij je? Kijk, en dan zegt hij dus, dan ga je dus... Dicht op die auto af, ja. Zeg maar. Ja, ja. Een early warning systeem, zo, wat zo mooi gedemonstreerd werd vorig jaar bij, in Barcelona bij Ericsson. Ja. Ja. Wat rij je zelf, Marcel? Ik heb zelf de Volvo V60 hybride. Kijk. Dus ik ben wel een klein beetje gewend natuurlijk aan het rijden van elektrisch. Ja. Nou, dus je bent helemaal gewend. Wat vind je ervan? Ja, zo, dat is geweldig. Dat is geweldig. Maar hoe verschilt het met de Volvo? Nou ja, de Volvo die schakelt natuurlijk op het moment dat je veel gas geeft, schakelt die over naar de dieselmotor op enig moment. Dus dan voel je hem bijschakelen. Ja. Maar hij heeft net iets meer power, dat merk ik wel. Maar de Volvo is toch ook wel indrukwekkend hoor. Je bent wel blij hè, met je Volvo? Ik ben blij ja, met mijn Volvo. Ja, 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 ja. Ik weet niet of bij ons... Ik heb ook altijd het idee dat Ericsson en Volvo, dat is ook één geheel, hè, zeg maar. Hè? Dat is, We zitten in Gothenburg zitten we bijna naast elkaar. Dat heeft zijn voordelen. Ja, dus ook veel mensen van Volvo gaan naar Ericsson en andersom? Ja, het is meer andersom. Redelijk wat mensen vanuit Ericsson die gaan naar Volvo IT. Oh ja, oké. Okay. Dus daarom is het ook de meest connected car ja. Die er is, voor, naast de Tesla, die heeft ook wel aardig wat... Ah, dat is een prachtige auto, laten we eerlijk wezen. Ja. De nieuwe serie die ze nu uitgebracht hebben van de 90 is een prachtige auto. Helemaal. Hoe vind je dit, dit schermen, die user interface dit en, het gebrek aan knopjes, hoe vind je dat? Dit vind ik geweldig zo, dat grote scherm. Dat zou ik eigenlijk wel meer integratie vanuit je standaard functies op je telefoon in de auto, dat... Dat zou geweldig zijn. Ik denk dat Tesla dat prima voor elkaar heeft. In tegenstelling tot veel andere auto's. Ja, het zijn software jongens. Die hebben gewoon daarna er een auto omheen gebouwd. Ja. Hè? En de andere zijn auto's. Ja. De nieuwe versie heeft ook maar... Dit zijn nu 2 schermpjes. De nieuwe versie van is 1 scherm. Zo. En heeft verder ook helemaal geen dashboard. Heeft dat niet. Het is gewoon 1 scherm. Die hebben dat weer versimpeld. Maar dat is een 35.000 euro versie. Maar je hebt nu de Tesla 3 had je net over. Maar... Tegen die tijd komt ook de Apple Car uit. Ik denk dat dat nog ver na 2020 komt hoor. Ja? Ik denk zeker dat die, als die het in 2022 voor elkaar hebben om een auto te produceren, dan vind ik ze echt een heel knap. Want die zijn nog echt, die moet nog zoveel doen. Oké. Okay. Dus, maar Tesla heeft ook 10 jaar over gedaan hè, om een auto te maken, een Model S. Ja. En nu weer, die zitten er na 15 jaar met de Model 3. Nou, Apple die zal ook wel even wat moeten. Je kunt het gewoon hier laten neerzetten, dat is prima. Ja, moet ik gelijk even doen. Ja, dus het eindoordeel.
Ik vind hem prachtig. Zal ik hem van je overnemen op het moment dat jij die andere hebt? Ja, prima. Dat kan dus in september. Moet iedereen dan mee? Of, Prachtig, Vincent. Zo, we zitten hier gewoon in Ericsson Country. En kom ik daar met een niet Volvo aan. Een beetje vloeken in de Ericsson-kerk. Ja, wij willen natuurlijk graag die Tesla boven.